Als ik mijn deathbox zie, dan huil ik. Diep. Heb ik ooit een Phoebus dood laten gaan? Ik vind het wel eens iets wat. Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Ultra Moon Randomizer Avatarlock met Sander van Gaming SB. De vorige aflevering ging fucking slecht. Tenminste bij mij. Ja, nee, we moeten opnieuw beginnen, gast. Oh. Ik heb zo'n bluescreen op mijn scherm. Je bent zo vermoeiend. Goed, de vorige aflevering ging het dus slecht. Ik heb een geheel nieuw team. Ik zit nog wel met twee Gen 5 Pokémons die pas fucking laten evolueren. Welke? Eigenlijk. Larvesta, die evolueert pas op level 59. En Ponyard volgens mij op 54. Yo, waarom is Gen 5 zo raar geleveld? Of heb je daar gewoon veel meer tijd tussen de gym? Ja, waarschijnlijk is dat het. Dat spul minder erg opvalt als je Gen 5 speelt. Dat zijn natuurlijk ook. Dat is het waarschijnlijk. Ja, oké, maar alsnog. Oh, ik moet tegen zo'n gast meteen een Mega Medicham. Ja, nee, tuurlijk, joh. Ja, nu ga jij lighten. Maar eventjes, dat wou ik nog zeggen. Ik heb dus offscreen ook even gekeken. En al mijn Pokémon hebben ook de normale ability, behalve Superster. Die heeft de plus ability. Dat is toch raar dat die allemaal een normale ability hebben. Alleen Staraptor niet. Dat is raar. Maar waarom snap ik niet? Het zal wel. We zijn toch bijna klaar met de serie, dus. Dat is waar. Oké, ik ga weer Nanu weer proberen. Ja, is goed. Moet jij al naar Pony Island? Ik denk het wel, hè? Nee, ik zit nu in de Eevee Foundation. Oh, moeten we dat ook nog weer doen? Yo. Oh ja, kut. Ga ik deze gast stalen? Wacht, High Jump Kick, dat is toch diegene dat als hij mist, dat hij zichzelf hurt? Ja. Ja, dan kan je beter wel stallen. Al als hij crit krijgt, dan ben ik wel geweest waarschijnlijk. Nou, nee, ik denk het niet, want het is niet keer 2 natuurlijk in deze game. Hit die weer! Nou, gaat hij zo doen? Gelukkig heb ik ook nog de Rocky Helmet. Dat gaat me ook wel helpen. Nou, het grote nadeel dat ik dus de gewone abilities heb, is dat mijn Gulissapot dus emergency exit heeft. Maar dat had, je zei vorige aflevering dat hij dat niet had. Nee, toen had ik hem nog niet gevangen. Dus toen dacht ik, nou, dan zal hij zal waarschijnlijk geen emergency exit hebben. Ja, oké, dat was niet per se een. Het was geen feit, want toen had ik hem nog niet gevangen. Ja. Dat was een verwachting. Ja. Daar ging ik vanuit, zeg maar. Wat een bullshit is het trouwens ook. Ja. Maar, okay. Nee, niet Harry. En dan hoop ik dat deze Magneton ook geen levitate heeft, want anders werkt Earth Power niet. Dat zou wel chill zijn, want dan doe je gewoon. Dan is het gewoon keer 4. Ja. Ik mag hopen dat deze Slaking wel gewoon zijn normale ability heeft. Misschien moet ik even opzetten. Skype. Oké, Earth Power werkt, dus dat is mooi. Oké, dat is chill. Oh ja, dit is die kut Rotom, ja. Waardoor ik net heel hard genaaid word, maar ik denk dat ik hem dan gewoon kan killen. Dat klinkt goed. Oké, deze slag. Ik heb hem nu gewoon gewonnen, KO. Dat is niet te geloven. Hoe zit dat? Hoe ja, dan nu ineens wel? Omdat ik nou een Nidoking met Earth Power heb. Ja, oké. Maar als ik jou goed begreep, moeten we dus naar de Aether Foundation. Nou, daar word je naartoe geteleporteerd, dus dat is niet echt iets wat je zelf moet doen, maar ja. Nee. We zijn er wel. Dat zal zeg maar het laatste deel van de story al zijn voordat we verder gaan.
Is dat al zo snel in deze game? Ja, normaal is het ook voor de achtste gym. Maar nu is het natuurlijk voor de zevende trial. Ja. Ja, oké. Dat is op zich wel logisch. Maar er zijn 8 in deze game, toch? Zei je laat? Ja, volgens mij zijn er in deze game 8. Ja, moet je ook nog een fairy trial doen. Maar ik weet niet of dat een trial is die je moet doen om de Pokémon League te mogen doen. Of dat dat een mogelijkheid is om achteraf nog te doen. Het kan ook postgame zijn namelijk. Ja, oké. Okay. Dat... Niet zo gek dat je dat niet uit je hoofd hebt. Ja, ik heb deze game niet zo vaak gespeeld. Ik weet wel dat we straks iets leuks tot onze beschikking hebben. Namelijk wormholes. En dan zouden we een wormhole hunt kunnen doen. Daar is de shiny kans super groot namelijk. Ah. Gratis shinies, daar hou ik wel van. Maar dat is gewoon... Is dat dan ook een randomized one? Of? Even... Ja, als het wel. Ja, okay. Ja. Yo, your boy Faba is... Amen. Ja, dat zou je ook kunnen zeggen. Onze volgende serie wordt echt leuk. Ik heb daar zo zin in. Oh, ik moet deze gast ook bevechten. Nou, daar kan ik niet dood. Oh, wacht, ook wel. Nevermind. Oh, ik moet tegen een Lunala. Alsof ik al niet genoeg gezeik heb gehad. Yo, maar die is wel... Die heb ik wel shiny. Dus dat... Ja, dan maak daar ik nog steeds niet niks aan, maar... Nee. Precies. Maar dan weet je dat wel voor de volgende keer. U-turn! Lunala is zo'n geestige Pokémon, toch? Ja. Dat zou best kunnen. Dat weet ik niet. Lunala? Ja. Het zou heel goed kunnen. Wat is beter, Night Slash of Assurance? Ik denk Night Slash. Yo, Hot Spaniard slaat die Lunala de afgrond in. Diek. Dat is chill. Nou, dan kunnen we die Dusclops ook wel aan. Een dikke Ghost Trainer hier. Oh, ik heb natuurlijk nog steeds geen potions gekocht. Oeps. Oef. Nee! 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 Ik haat mijn leven. Wat gebeurde er? Oké, ik moet tegen een Gastly, hè? Mijn Harry is dood, trouwens. Hij doet Destiny Bond. Ah, deze dat net is Hex, echt dus ik dacht slim, ik ga switchen, dan ben ik mijn Blastoise niet kwijt. Ja. Toen drukte ik op Crunch en toen, ja. Ah, dat is zonde, man. Dat was ook de enige gozer met de Fire-type. Misschien. Echt zuur. Dit is daar mild kan je dan ook echt chill, niks aan doen. Maar... Misschien had ik nog liever dan Blastoise verloren. Want daar heb ik een Gyarados voor en andere Pokémon die goed zijn. Ja, maar Explant is een normal Pokémon. Dus dat hoef je ook niet. Dat is op zich ook niet heel erg, zeg maar. Are you ready? Nee, ik ben helemaal niet ready. Wat doe ik? Oh. Sander, waarom is het dom? Wat is het antwoord? Dat weet ik nog niet. Ik moet ook tegen Faba. Nee, ik zat gewoon te spammen, gozer. Ik wil niet meer. You alright? Nee, ik ben echt Destiny Bond. Oef. Oké, ik mag wel terug. Ik ga naar de entrance. Ah, wat kut dit. Oké, Faba is dood. Death only? Waar kom ik dan vandaan? Waar kwam ik vandaan? Je werd met een boot ergens bij de docks werd je afgeplaatst. Zeg maar. Oh, misschien moet ik naar docks. Misschien moet ik naar docks om terug te gaan. Nee, ik weet niet of je terug kan. Ik dacht dat we naar entrance moesten.
Nee, we moeten... Bij de entrance kan je wel healen, toch? En zo? Of niet? Ja? Dat weet dacht ik niet. Ik. Ik zie wel een pokeballetje. Een Enigma Berry. Plots. Ik weet bij God niet wat het doet. Ik ook niet. Er zijn zoveel berries. Ik weet alleen... Nee! Ik moet terecht er tegen trainen. Ik weet alleen Prism Berry. Dat is volgens mij voor sleep. En ook die zou ik best fout kunnen hebben trouwens. Nou, dat schiet op. Hey, Max Revives, daar heb ik niks aan. Dankjewel, hou. Oh, nog een mega. Ja, want die ben ik nog niet genoeg tegengekomen. Goh. We zijn wel lekker aan het zeiken met z'n tweeën. Kom op, heb een Balbazar of zo. Nee, zo niet. Wat kut. Al mijn Pokémon met fighting types zijn slecht op ijs. Big oef. En ik heb geen rock type. En ik heb geen fire type. Oftewel, heb ik iets tegen ice types? Nee, want deze game haat me. Oh, oké. Nee, dan weet ik dat. Dat is goed om te weten. Noteren, dan kan ik dat ook niet weten. X-Defense, doe eens normaal, jongen. X-Defense. Wie, Faba? Nee, ik ben al voorbij, Faba. Oh, ik nog niet, hoor. Doe maar Frost Breath. Dat is zeker ook weer zo'n super OP aan. Oh, dat viel mee. Kon ik echt als een goede aanval. Ja, maar conclusie, je hebt een hele sterke Pokémon. Ja, dat is mogelijk waar. Alhoewel weet ik niet of IJsbeer zo goed is, Bertik, maar... Op zich ben ik wel tevreden over hoe die bezig is. Nice. Ik moet echt een Cryogonal. Maar dat is ook omdat ik deze hele aflevering alleen nog maar negatief ben geweest en ik ook een positief ding wil zeggen. Lightscreen, Cryogonal, doe is normaal, jongen. Ja, dat heeft natuurlijk geen zin nu meer. Zag confused, dat is Eetje, auw. Shit. En Reflect, wat is dit voor een setup, Pokémon? Welkom bij de Salty aflevering. Confuser, hé! Wat een bitch. Ik gebruik nu trouwens voor het eerst van mijn leven een Malouetta. En heeft die Scryer heeft ook nog static. Wauw, wat een haat allemaal hier. Yo. Ik zou mild haat. Hij heeft nog een Pokémon. Yo, mag ik boos worden? Nou, dat ben je nog niet, wou je zeggen. Nee. Wat is perfect? Shit. Oké, ik kan wel een grasvee. Die kan wel één hit tanken, denk ik. Grasvee. Ja, dat is mijn... Oké, ik ben heel eerlijk met je. Ik heb niet de allermoeilijkste Pokémon's tegen in deze drie battles. Oh, ik ben als je Faba hebt verslagen en je gaat met de lift helemaal naar beneden, dan moet je naar rechts en dan staan er drie van die gastjes en die moet je verslaan. En normaal hebben die alle drie een type 0, geloof ik. Ja, oké, maar ik wil eerst even een zesde Pokémon in mijn team. Oh, ik bedenk me net dat dat ook niet uitmaakt, want die zijn laag level. Want ik net zo goed niet dit weg kunnen gaan. Maar goed, dat is nu al te laat. Ja. Dus we gaan nu toch eventjes verder. Oh mijn god, oh mijn god. Blastoise, doe zo'n Gigantamax, alleen dan voor één turn. Ik bedenk me net iets, Sander. En lame. Nou. We moeten misschien straks ook al tegen de Ultra Necrozma. Die waarschijnlijk wel gerandomized is, maar dan nog. Die is altijd een Nuzlocke killer. Maar ik weet niet of dat hier al is. Ik ben helemaal kwijt waar het ook weer zit in Ultra Sun Moon.
Ik heb deze game nog nooit gespeeld, dus ik weet het niet. De enige Pokémon game die ik nu niet gespeeld heb, als je niet beide versies zeg maar rekent. Ja, Let's Go Pikachu en Eevee. Let's Go Pikachu en Let's Go Eevee. En die kan je nu mooi kijken bij mij op mijn kanaal. Oh, de demo wel al gedownload. Sander, ik word weer zo hard genaaid in mijn bibs. Yo, wanneer worden we niet genaaid? Deze game is echt kut. Nee, maar Sander, weet je tegen welke Pokémon's ik moet? Nee. Mega Charizard, de draak Fire versie. Ah, nee. In een dubbel battle met Latias. Wat? Ja. Yeah. Maar niet de super versie van Latias. Nee, dat moest er nog eens bij komen. Nee, oké. Okay. Ja, als dat zo was, dan was je dood geweest. Straight up. Nee, dat weet ik niet. Want jij bent een pro-gamer, maar... wordt het wel heel lastig gemaakt. Ja, dus de vorige aflevering was dat niet te blijken dat ik pro-gamer was. Ja, maar je werd toen ook genaaid, toch? Ja, dat is waar. Ik bedoel, ik kan niet zeggen dat je geen Pokémon bent. Het enige wat ik zelf beter had kunnen doen... Oh jee. Nidoking is dood. Oef. Dit voelt wel als mijn eigen schuld, als ik heel eerlijk ben. Ja, en dat komt omdat... Omdat ik wist, Latios is natuurlijk psychic, dus dan had ik beter Nidoking niet in kunnen zetten. Yo. Dit wordt weer echt waardeloos. Als ik mijn deathbox zie, dan huil ik. Diep. Heb ik ooit een V-best dood laten gaan? Ik vind het wel eens iets wat ik zou doen. Ik wou ook zeggen, vast wel. Nou, we moeten hierna wel weer trainen, vrees ik. Ik vrees het ook. Oh, jij ook natuurlijk, want jij hebt ook weer een Pokémon voor. Mhm. Wauw. Ja, dat is goed. Maar ik doe hier ook samen met Hou, maar die Hou die doet natuurlijk weer echt gewoon helemaal niks. Hou heeft toch ook zo'n Mega Charizard? Nee. Oh ja, nee, die heeft hij wel. Ja, hij heeft die andere. Ja, hij heeft die andere, maar die heeft hij nog niet ingezet. Oh. Want Hou is een vieze bitch. Nou, daar heb je veel aan dan. Nee. Oké, okay. Nee, ik heb de Latias wel. De Latias is nu gekild. Oké. Okay. Wil ik niet tegen die bitch. Draai om. Ja, dank je. Oh, ik wou iets op de emergency exit. Nee, niet jij. Oh. Oh, ja, dat is kut. Ja, dit wordt wel gevaarlijk wat ik nu ga doen, maar ik ga het toch proberen. Ook wel gehield. Waar kon je nou heen om te healen en zo en de Pokémon te... Als je de docks moet je heen. Dus volgens mij is dat B1. Oké. Yo. Jij zei dat je bij entrance kon healen. Dat dacht ik. Oh, misschien bij deze bitch. Ja, ja, dat klopt. Dat is in ieder geval waar. Oké, okay, dan ga ik nu de volgende Nuzlocke Killers doen. Ja, dat is goed. Jee, zin in. Nou, ik heb ook geen Nidoking meer. Heel leuk. Yo. Zucht. Oké, okay, ik zal je dit alvast vertellen zometeen, Sander. Op het moment dat jij de double battle hebt gedaan, moet je met de computer praten. Oké, okay, omdat? Omdat als je dat niet doet, kan je niet verder. Dus, en dan zit je daar straks van, wat moet ik doen? Dat moet je doen. Oké. Okay. Ja, tuurlijk, nog een mega. Oh ja, want daar heb ik er nog niet genoeg van gezien. Godverdedieves. Sorry. Sorry voor mijn boosheid. Maar bruh, ik kom elke keer weer.
Ik deel je boosheid wel deze keer, Sander. Oh, ik ben helemaal geheeld. Dat is niet handig. Ik vind dit zo oneerlijk. Ik heb echt... Ik denk wel... Meer dan 5 mega's ben ik tegengekomen de laatste 2 afleveringen. En deze is nog niet eens voorbij. Zo erg is het. Ja. Dat zegt heel veel over hoe erg het is. Rip. Ja, waarschijnlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Dat zal wel weer. Nou, gelukkig heb ik sea power. I got the power of anime and God on my side. En sea powers dus. Maar het is niet super effective. En niks? Het doet niet eens de helft. En dat is dan een sea move, hè? Wauw, ik wou naar de entrance gaan om een Pokémon te switchen. Moet ik daar net heen en dan word ik weer aangevallen. En moet ik volgens mij weer een double battle doen. Yo. Kende is top. Ja, weer een double battle. Cloette en Samurott. Body. Nou, oké, ik word ook om alles boos nu. Nee. Dat komt omdat ik heel geïrriteerd ben. Oh, weet je wat Hou ook heeft? Een Mega Salamence, waardoor ik eigenlijk het hele scherm nu niet meer zie. Dat is ander. Ik kan ook echt niks tegen deze gozer. Maar nu is ook nog maar attack gehelft door de burn. Swallow. Nee. Hij heeft zo'n healing move. Yo, ik word boos. Dat heb ik in de haten, ja. Nee, dat is een grapje. Ik was het al. Oké, Floet is ook dood. Het viel mee, deze double battle. Ja, dat mag ik wel. Zou er nog eens bij moeten komen dat je nog een 9 in de double battle hebt? Ja! Let's go! Volgens mij doet hij zo'n circle punch. Mijn Golisopod kan ook... Circle. En dat is wel hoe ik me voel. Sucker Punch. Doet? Welke punch? Nee, ik zeg mijn Golisopod kan ook Sucker Punch. Aha. Oh, hij heeft maar 1 Pokémon. Oké, dat scheelt wel weer. Yo, Jesse gaat 2 levels omhoog. Ziek. Oh, misschien nog meer. En James en bij jou voor de games ook? Nee. Welke Pokémon heb je nou eigenlijk in je team gedaan net? Arbok. Ja. Oh, dat is Jesse natuurlijk. Ja. Charmak! Charmak! Ja. Wat is een goeie... Oh ja, dit is Pokémon gaat erin. Maar in wie heeft weer een armbok? Survivor? Nee. Ja, je kent hem. Je kent hem. Oh, wacht, dat is, ja, dat is van de anime. Ja, daarom zei ik het niet, maar ik probeerde gewoon grappig te zijn. Oh. Yo, een Volcanion? Of zo'n legendary? Oké, nee, dat kan ik er wel bij hebben. Ah. Dat klopt, ja. Dat is wel zo'n legendary, ja. Het is dan niet mythical. Hou je kop. Nee. Voor de mensen in de comments. Maar mythicals zijn ook legendaries. Maar legendaries zijn niet allemaal mythicals. Okay. Ik moet weer een double battle. Wat is dit? Ik moet weer een mega. Niet te geloven. Of ik moet Jesse opofferen. Wauw. Als ik nu naar Jesse ga. Sander, ik word weer genaaid. Ja, ik ook hoor. Maar eventjes denken. Als ik nu naar Jesse ga. Is Jesse dood?
Heb ik een free switch naar boompad, kan ik hem healen. Als ik nu naar hem ga, ben ik waarschijnlijk dood. Dan gaat zo'n vuuraanval doen, alhoewel dat resist. Ah! Zo, dat moest even uit. Zal ik zeggen in wat voor ding ik nu zit? Ik moet nu tegen een Mega Bombersnow en een Remoraid. En ik zit samen met Gladion. En Gladion, die heeft een Natu. Oh, dat is zo'n First Evolution. Ja, waar je niks aan hebt. Oh, hij doet Special Defense. Oké. Okay. Oh, hij heeft ook een Shinotic. Okay, er is nog hoop. Ik heb Aqua Tail. En ik heb mijn Seamove weer, want dit is een andere battle. Ik moet ook even van dat soort items gaan geven aan mijn Pokémon's, want dat kan toch wel een keertje goed van pas komen. Ik doe het ver te vaak met mijn Blastoise. Maar dat komt ook omdat ik het steeds nodig heb. Mm-hmm. Nu tegen een Marowak en een Nosepass. Goed is, is het physical, dus heeft zijn X-Special er niet. Nou, oké. Okay. Als Shinotic nou eventjes gewoon Mega Drain op die Nosepass. Oh, dit doet hij ook nog echt. Kijk, lekker Gladion. Aan jou heb ik tenminste wat. Dat mag ook wel. Ja, aan jou heb je nooit wat, maar Gladion die kan wel wat. Nee, toch als ik tegen je moet, dan heeft hij ineens goede Pokémon. Ja. Ik ken je. Dan gaat hij stoer lopen doen met Mega Charizard en zo. Maar goed. Het is niet anders. Nee. Wat vind je van die nieuwe Pokémon? In Legends Arceus. Oh, fucking vet. Ik vind hem vetter dan Sizz, hoor. Ja? Ja. Want je wist dat het Cytus evaluatie is, hè? Nu wel. Oh, dat wist je nog niet. Nee, dat had ik niet kunnen raden, maar... Ja, het is de evaluatie van Cytus. Ja, oké. Nee, dat wist ik niet. Wat? Weer een dubbel battle. Nu moet ik tegen... Oh, serieus. Tegen een Go-Goat en een Deoxys. En weet je wat Hou heeft? Een Litten. Ik word helemaal gek hier. Wat een bullshit allemaal. Hij heeft een Deoxys Defense. En hij gebruikt een X Defense op Deoxys. Hoe ga ik dit Deoxys ooit killen nou? Sander, waarom zeg je niks? Oh, Sander is gemute. Daarom zeg je niks. Nee, ik zag... Nee, oh. Ja, dat is foutje. Daar heb ik waarschijnlijk op caps lock gedrukt. Daar heb ik een mute ding. Alleen, wat ik zei is... Ik weet niet meer wat ik erop zei. Ik weet ook niet meer waar we het over hadden. Heb je meegekregen dat ik tegen een Deoxys moet? Defense vorm. En hij deed net een X-Defense. Ja. Dit wordt gewoon waardeloos. Oh, en trouwens Prism Berry... Dat is voor confusion. Niet eens voor wat je zei. Ja, ik voel me wel een loser boy nu. Scald, niet killen? Dankjewel, wat lief van jullie. Oh, wat is de game toch lief voor me. Mag ik wel een keer. Wat hebben we daar nou aan, Hou? Echt. Kun je überhaupt veel restores kopen in deze game? Ik heb die echt nodig. Dat weet ik eigenlijk niet of ze kan. Ik heb nog nooit zo vaak dat ik dacht van... Oh, waarom heb ik geen full restores? Gehad. Maar nu heb ik dat elke battle die ik doe. Echt elke. Maar dat komt waarschijnlijk ook door Mega's en zo. Dat die nu in de game zit. Ja, precies. Ja, dat zou goed kunnen dat dat daar komt, ja. Hoe gaan jouw drie battles? Nou, ik heb er nu 2 gehaald. Wel op een... Nou ja, niet op het nippertje, dat is ook overdreven, maar... Het ging niet makkelijk, laat ik het zo zeggen. Nee. En nu de derde en ik ben heel bang. En even nog terugkomen op jouw...
vragen van die nieuwe Pokémon. De game ziet er wel echt vet uit, hè? Of vind je van niet? Ja, ja, zeker, zeker. Ben ik het helemaal mee eens. Mm-hmm. Oof, Ninetales. Yes, the Fire One. Die kan ik... Eindelijk is een Pokémon die ik kan one-hit KO'en, denk ik. Dat zou toch wel een keer leuk zijn. Weer met Boompad. Waarom moet alles met Boompad? Die echt super gedamaged is. Dat is het enige nadeel. Maar ik vind het wel lekker. Ik hoef me geen zorgen te maken om een Fire-type die hij doet. Hij doet een X-Speed, kijk. Staresia. Alleen maar beter. Huh? Van waar die Staravia? Ik moet tegen een Staravia. Ah, oké. Okay. Ah, dat klinkt... Ja, echt, ook. Jongen. Die Hou, die snapt er dan toch niks van. Dan moet hij tegen een Staravia en dan doet hij Confuse Ray in plaats van een ijsaanval. Met Frostlass. Oh, wat een debiel. Is hij zo'n rand? Plus zo'n debiel? Ja. Hé. Hey. Ja. Ben jij aan de rand, want je bent een debiel. Ja. Dat is wat je tegen Hou zou moeten zeggen. Nou, Hou, je hoort het. Je bent een debiel. Oh ja! Paba! Oh nee, Hou gebruikt nu zijn Mega Charizard. Nice. En we moeten tegen een Shieldon. Nou, doe een vuuraanval alsjeblieft. Nee, dat doet hij waarschijnlijk niet. Yo, Ninetales leeft nog op 1 HP. Yo, heb je de Focus Sash of zo, gast? Ik denk, won het KO'tje wel? Nee hoor. En dan zul je weer zien, ben ik confused. Oh lol, oh, weet je wat er gebeurde? het was niet Mega Charizard, het was een Imposter Loudred. Oh. Daar heb ik toch weer niks aan. Nee. Ik heb geen vuur Pokémon, hè. Ah, misschien had ik Poison Sting trouwens wel moeten houden, want dat is een physical move. En Acid is een special move. We na deze battle stoppen? Of tenminste ja, aflevering stoppen? Ja, ik vind het goed. Oh, en heb ik voor... Ik weet niet of je hierna nog een aflevering wil opnemen, maar dan heb ik nog een leuke vraag voor. Nou, ik ga in ieder geval 7. Okay. Als ik hier uitloop, moet ik dan ook een battle doen? Ik heb haat net de nerdjes echt. Ik zou even wachten dan, als ik jou was. Ja, maar als ik dan straks wil gaan trainen, dan krijg ik het dan. Oh, dit is fucking dom van mij, bedenk ik nu. Oké, ik heb hem gesaved. Als ik, dan weet ik of ik kan trainen. Oké, ja, ik kan wel gewoon... Ja, oké. Dat is goed om te weten. Ja, ik denk als ik niet kan trainen, dan heb ik Arbok niet. Ja. Niet die, dat ik die echt kan gebruiken, dus vandaar dat ik het nog even testen. Maar ja, dat is wel goed. We zijn bijna klaar. Ik weet niet of jij al bijna klaar... Oh, oké. Bulldoze. Wauw, is hij niet dood? Hoe kan hij nou niet dood zijn? Hij leeft op 1 HP, maar het was super effectief en hij had nog maar 2 HP. Wat gebeurde hier? Hè? Ja, het was super raar. Maar dat kan ook niet aan een Focus Sash of zo liggen. Nee. Dan, dat is alleen als je van veel health toch gaat. Ja. Hè? Wel, heel raar. Maar in ieder geval, ik heb gewonnen. Ik moet even kijken of er nog veel tegen mijn gehouden woord wordt. En dan kan ik alvast beginnen met het bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En vergeet zeker niet op Sander's kanaal te abonneren. Die staat in de beschrijving. En dan zie ik je heel graag de volgende keer weer. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.